Goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag weer dinsdag. En ik wens jullie een hartelijk welkom bij een gloednieuw vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag de 16e oktober. En het is 9:58. Rebecca kan zo komen. Maar eerst even het hondje bevrijden voor zijn geval. Ja, Melkorf. Hoppla. Hé, manneke. Hij is lief. Hij was buiten geweest. Ik had de deur open. Zoals jullie wat zien. Maar in ieder geval, ik moet zometeen even telefoonnummer opzoeken van de woningstichting. Want ik kwam er vannacht achter. Daar ik gisteren de kattenbak verschoond heb. Met een schone doek er weer om. Want ik heb altijd een oude handdoek eronder. En toen was er een rond vlekje. Precies onder die buis waar die een knop op zit. Om die radiator te ontluchten of weet ik wel wat. Die lekt. En nou kwam ik in de douche en toen was die handdoek nog veel verder nat. Ja, dat wil dan wel. Nou, dat wil ik niet hebben. Nee. Hele boel schoon en aan de kant daar. En het begint dat te lekken. Nee, er moet even iemand bij komen. En ik had er vorige week iemand bij, gelijk met diezelfde week toen met die slimme meters. Weten jullie nog? Ja. Nou, toen had ik hier ook zo'n onderhoudsmonteur die één keer in het jaar bij je komt. Nou, hij mag weer komen, dus ik zal zo meteen het telefoonnummer even opzoeken. En ik wens jullie allemaal verder een genoeglijke dag, geniet ervan. Hier schijnt de zon en het is bewolkt, maar de zon schijnt wel. Dus ja, daar ben ik weer blij mee. Ga jij even fietsen stelen op Damraak met Gouden Handstraten? Mag jij de fietsen houden, vrouwtje de Gouden Handstraten? Ja toch? Hé, hey, Gandalfi? Ja. Gandalfi? Oh, ja nou. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, het is nog steeds goedemorgen. Hoe doen we dat? Goedemorgen, lieve vrienden. Daar zijn we weer even. Ja, Rebecca die is alweer geweest. Die gaat nou richting huis. En even de hondje uitlaten. Even eten. En dan moeten we weer naar de volgende cliënt. Ja, dat gaat allemaal door. Ik heb nog weer even een bakje koffie gemaakt. En ik was bezig met een plaatje te maken. Dus die gaan we eventjes verder afmaken. En daarna zie ik nog wel even wat ik doe. Ik denk dat ik mijn stok weer ter hand ga nemen en die verder wat af ga maken. Ja, en dan zien jullie dat wel. Hoe en wat die gaat worden. Ja, hij gaat nou nog voor het raam. Maar ik ga eerst voor de pc. Dus geniet verder van je dag. En kijk rustig met mij mee. Doei. Lieve vrienden, ik ben helemaal verbaasd en verbouwereerd. Ja, ik kreeg net een telefoontje. Ja, van de dierenarts. Dat het as van Armen is al binnen. Dat ik ga dat zo meteen halen. Ja, ik ben helemaal beheer van vlag. Denk je even een rustige dag te hebben. Maar ja, nee dus. Maar ik ben wel blij dat ik er al kan halen. Dat ik moet eerst even een andere kant op om geld te pinnen. En, ja. En anders pin ik wel bij de dierarts. Ik ga naar de wc, ik maak hem klaar en ik ga er direct heen. Frodo even zijn muilkorf om en ik vlieg. Ja, ze zeggen tot straks als ik weer thuis ben. Ja, goedemiddag lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja, het is verder allemaal gelukt, maar ik was om één ding weer verdrietig. Verdrietig, boos, hoe ja, ik weet even niet hoe ik het uit moet drukken. Ik heb er net achteraan gebeld. Maar hier is Arwen in een mooie strooibusje met een bos erop. Nou, sowieso gek op de natuur. Kreeg er een certificaat bij. En daarvoor werd ik een beetje, ja, kribbig. Maar de schuld legt hem niet aan het crematorium.
De schuld ligt ook niet bij de dierenarts zelf, nee, bij zijn assistenten. Vrijdag heeft ze nog gevraagd, wat was uw naam ook alweer? Ik zeg, toen vroeg ze, is dat Luisterburg? Ik zeg, nee. Ik zeg, Luisterburg. Ik zeg, met een G. Ik ben geen vogel. Het is met een G. Denk maar aan een kasteel, een brug in de natuur. Een kasteel. Zo hebben we zitten te praten erover. Wat staat er? In opdracht van mevrouw Luisterburg de Jong. Ik ben geen Burg. Dus ja, dat wordt helemaal veranderd. Ik krijg er ook nog een vaarwelkaartje, geloof ik, erbij. Of zoiets, weet ik veel. Komt allemaal met de post. Ik hoef het ook nog niet te betalen. Dan krijg ik een extra Giro voor thuis. Dus ja. Ik ben er blij. Dat ze thuis is. Ben ik blij om, ja. Ons meisje is thuis. Dat komt allemaal goed. Dus ja. Ik zal er zo meteen met mijn mobiel een foto van maken en even naar een paar versturen, zoals naar Karin. Want dat wil ze toch ook. En het zit ook nog in een heel mooi tasje van Majesta. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Even omdraaien. Er staat Majesta op. Dat is, en ook hier staat mijn naam. Oh ja, de bandje nog. Hoppada. Dat bandje, dat komt er ook bij. Maar ook hier staat het verkeerd op te lezen. Ja, Luisterburg de Jong. Nou, zo heet ik niet. Dom, dom, dom. Euren om te verstrooien, begraven of bewaren. Voor, ja, ik dus. Ja, maar komt goed. Lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Ik ga een bakje koffie maken en ik ga mijn plaatje afmaken. En wachten totdat mijn persoonlijke begeleidster Sandra komt. En dan zien we wel weer verder. Ik was ook nog naar Lucardi geweest. Ik heb wat leuks gezien. Maar ik kom daar achter. Dom, hoe dom kun je zijn je portemonnee te vergeten. Ja, moet je mij weer verwezen. Maar dat komt ik... Dat is helemaal in de band van Arwen, dus ja. Even mijn poesekindje ophalen. En ze is er nou. Nieuwe fase aangebroken. Ik zoek ook nog een nieuw potje. Waar ik een klein beetje in kan doen. Gaat ook nog een beetje naar Karin toe. Maar ze kan nou minder krijgen. Ik heb ook minder. Het is niet zoveel als met een mens natuurlijk. Het is maar een poezebeestje. Ja, dus dat is niet zoveel. Dus, Karin die wou ook kinderen krijgen, maar ja, gewoon niet veel. Het is maar een klein beetje wat erin zit. Ja, nou oké, lieve vrienden. Geniet nog verder van jullie dag en ik spreek jullie later. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer even. Ik had jullie dus al gezegd dat Arwentje weer thuis is. En ik zal... Jullie hadden dat al gezien. Ja, maar ik kreeg ook een hele mooie kaart. Veel sterkte. Zo mooi. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen lezen. Ik weet het niet. Nou, ik zal het wel voorlezen. Vinden jullie het goed? Ja, hè? Ja. Woorden van troost zo snel gegeven over de tijd die alle wonden heelt. Maar weten wat wij hebben gedeeld? Echte vriendschap, zo zeldzaam in het leven. De crematie van Arwen heeft plaatsgevonden op 15 oktober 2018 om 13:55. Wij wensen u heel veel sterkte. Nou, ik ben er zo super blij mee. Ja, dat doet je dan toch wel weer goed en ook wel weer tranen. Maar oké, we hebben ook onze Chrissy weer hier. Vind je het ook?
lieve kijkbuiskinderen, daar was ik weer. Ja, dat... Nou ja, en ik zal jullie nog wat laten zien waar ik vanmiddag ook mee bezig ben geweest. Dus dan gaan we even naartoe. En dat is die stok die ik vorige keren al mee bezig was. Nou, er zitten nou zilveren dennenappels op. En ze komen echt uit de natuur. Ja, maar niet zilver hoor. Nee. Ik zal even zilver gespoten. En dan heb ik hier nog zo van een dennenboom. Of wat is dat? Een spar? Oké, dennenboom. En ja, je hoeft niet een eikel te zijn om in een boom te hangen hoor. Nee. Dus ook zilver. Dat komt er nog op. En dan is die klaar. En dan met de kerstdagen of zo, dan kun je eronder, aan die takjes, kun je nog eens een zilver balletje hangen. Bij wijze van. Ik vind hem helemaal top. Hij is bijna af. Maar nog niet helemaal. Nee. Maar oké. Maakt niet uit. Toen was ik weer in het donker zo. Nou ben ik weer in het licht. Daar is er ook nog een. Die zit hier te spinnen tot de met. Die schudt tot alle kanten op. Met een blauwe oogje. Hé, ja nou, hoe goedje. Maar oké, lieve vrienden, dat ik ga de koffie samen met Chrissy. En we zien wel weer wat we gaan, geloof ik, buiten de gang. Dus ja, vlogmateriaal genoeg zometeen. Tot straks. Hé, hey, Kandolf. Kandolfie. Hé hey man, het begint te waaien, hè? Ja. Ja. Nou, daar is Chrissy bezig. Dat gaat lekker helemaal leeg. Die troep gaat er allemaal uit. En de goede tomaten, ja, die worden natuurlijk nog wel even geprobeerd te redden. Enkel, ja, niet meer voor Mitchell, want die zit met zijn kont in Ierland. Ja. En dus... We wachten af totdat ik weer van hem een berichtje krijg. Ik heb hem al vandaag wel geappt. Vanochtend ook nog gesproken tijdens de app. Maar voor de rest weet ik nog niks. Nou en wat ga jij daar doen in die hoek? Hé, kerel. Kandalfie. Nou, en ik ben met het eten bezig, dus ik ga weer de keuken in. En dan zal ik wat gaan braden. Ik moet eerst even wat anders doen wat de kippetjes voor mij niet doen. Dus. Nou, see you later. Hey, die Ewin. Oh. Dan doen we het anders hoor, met de deur. Madameke. Hé, hey, prinsesje. Ja, want ik wil jou straks niet buiten sluiten. Dat moet maar niet. Nee. En ik heb de keuken tot zover alweer opgeruimd. Waar ik mee bezig was, dat is weer weg. En hier heb ik een pan met peen en uien. Dat staat al op. Ja, staat op 6. Ik heb 2 gehaktballen, dat ga ik zo meteen braden, maar wat ik al eerder zei, ik ga eerst even iets doen wat de kippetjes niet voor me doen. Tot straks maar weer. Ja. Nou, kijk eens aan. Hij is leeg. Wel, de rooster ligt er nog, die moet gemaakt worden op een of andere gekke manier. Ja, moet het nieuwe maken. Hè? Moet een nieuwe maken. Ja, wat is dat? Bamboe toch? Bamboe, ja. Oh. Nou ja, had het gewoon bamboe gedaan en dan... je weet, ja, dit is het voorbeeld eigenlijk, hè? Ja. Zeg maar. Maar daarom heb ik hem er ook in Ja, gelaten. Daarom. Maar hij is weer leeg, maar de troep gaat er ook nog uit. Kijk, in die steentjes wat je ziet, dat was de voeding ervan. Klopt. Nou. En dat is van de druivenstruik.
Ik zie de maan. En zie ik hem ook staan door mijn lens. Eens even koekeloeren. En de volle maan. Even zoomen. Ja, ik zie hem. Nou, kijk eens aan. Daar staat de maan. Ja, ja. En dan zie je hem nog staan. Ik moest even kijken. Nou ja, dat komt toch allemaal goed. En redelijk. En netjes. De tuin is ook weer aangeharkt. Ik heb mijn netje Frodon weer bevuilen. En kuilen maken en doen. Moet er ook wat doen? Ja, daarom. En dus... En dat blijft tenminste goed, dat is ook ja, hetzelfde dan wat er in die bak staat. Toe, hoe heet het? Lavendel. Dat blijft tenminste goed. Hé, hey, Kandoffie. Kandoffie. Oh ja, man. Oh, goeie kikkie, hè. Oh, goeie, hè. Kereltje. Oh, we zijn zo lief, hè. Ja. Ik hoor alweer een container bulderen. Zo, nou tot straks maar weer. Ja, het is donker. Was ook zo. Ik vergeet het licht aan te doen. Zo, oeh, wat fel. Wat fel. Maar ja, maakt niet uit. Chrissy is net weer de deur uit. En de tuin is mooi geworden. Ja, die is echt mooi. Laat ik jullie morgen zien. Ja, is een deal. De rest is binnen. Alle drie. Het was eerst alle vier. Maar ja, de vierde die is binnen. Die staat achter mijn mannetje en mijn schoonmoeder. En ja, laat hem mooi even staan daar. Hoe heet het? Ik ben helemaal boekjes zoek. Ja, ik ben helemaal mijn boekjes zoek. Maar het maakt niet uit. Dat is netjes, daar ben ik blij om. Dankzij Chrissy is de boel weer netjes. Want nou, zou er eentje aan je eten komen? Dan moet je het maar opeten, Frodo. Ja, er zit nog in. Maar ja, oké. In ieder geval, wat ik zeggen wil, ik wou jullie een hele fijne avond toe wensen. En voor later natuurlijk wel rusten en lekker slapen. En ook morgen gezond weer op. En nou ja, we zien elkaar wel in de, aan de andere kant van de nacht, toch? Ja, ik ga zo meteen GTS kijken. Mijn telefoon wordt er net afgegaan met wat is app, moet ik even naar kijken. En ik ga dus weer een video in elkaar zetten. En dat wordt deze, die er nou nog in zit. En er wil er een eruit, maar die gaat er niet uit. Nee. Blijf maar eens een keer binnen. Het is donker en dan komt hij weer, ik weet niet hoe laat, thuis. En dat wil ik niet. Maar oké, ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!